Dankjewel. Nou, om precies te zijn, de nummer 2 van de kieslijst en de nummer 3 van de kieslijst zijn hier vandaag voor jullie. En we doen met z'n allen de verkiezingscampagne. Ik ben een van de mensen die de coördinatie daarvan van doet. Dus dankjewel voor de uitnodiging. In die uitnodiging stond, wil je wat vertellen over hoe de media en de politiek omgaan met filterbubbels? En daar hebben wij wel een dingetje mee, een mening over. Maar weet, ik heb net gehoord, voordat dit begon vandaag, dat alle politieke partijen in principe zijn uitgenodigd om hier deel te nemen. En dat de antwoord van de anderen was, we hebben het te druk voor. Nou, wij hebben het ook druk, kan ik je melden. Want het zijn allemaal mensen die nu in hun eigen tijd als vrijwilliger deze campagne doen. Filterbubbel, waar wij een dingetje op hebben, die vinden we zo belangrijk dat het hier onze poster heeft gehaald. En dit was de vorige poster, een aantal jaar geleden. Wat we zeggen is, ben je eigen filter. En ben kritisch op die bubbel die om jou heen gemaakt wordt door onder andere media. Toen wij voor de eerste keer op een zetel peilden, werd dat niet gerapporteerd op nu.nl. En vroegen we waarom dan niet. En dan zeiden ze van, jullie zijn kritisch op ons verdienmodel. Het is jouw keuze om op te gaan in die bubbel of om daar uit te gaan in je eigen filter te zijn. En dat stukje, jouw keuze, vinden we zo belangrijk. Dat heeft de nieuwe poster gehaald. Dat is onze lijsttrekker, Ancilla. En die tweeten van de week, dit, op Twitter. Een reactie op iets in gedrukte media die een overzicht gaf van politieke partijen in Nederland en hun Twittergedrag en Facebookgedrag, online mediagedrag. Kan je zeggen, daar zijn wij erg actief in. Dat is een beetje ons ding, maar we stonden niet in het lijstje. En ook dat is een filterbubbel waar wij mee hebben te dealen als politieke partij. We hebben geen antwoord gehad op die vraag. Ik heb ze vanochtend nog een keertje gevraagd. De volgende spreker is van het NRC. Eens kijken wat hij erover zegt. We gaan in op elke uitnodiging. Daarom zijn we hier ook. Overal waar wij ons verhaal kunnen doen, daar komen we. En dit was afgelopen vrijdag op de radio. Dit is vanavond. Wil je praten met onze lijsttrekker? Ga naar Reddit. Dan doen we een Ask Me Anything sessie. Ongefilterd. Jij vraagt, je krijgt eerlijke antwoorden. Dat is het ding van de Piratenpartij. En dat is, zou je kunnen zeggen, ons filter. Dat is een heel divers mediabereik wat we zoeken en wat we aangaan. Maar maak je, wees je ervan bewust. Er is wel degelijk een stukje huisstijl en kleurcoding en vormgeving. Die uitingen zijn in die zin consistent. In goede piratentraditie staat het gewoon transparant op onze wiki. En hetzelfde geldt voor onze social media strategie. En dat is waar we hier onder andere ook voor zijn. Dus ik heb de eerste 3 minuten vol gepraat voor jullie als introductie hoe we dealen met die informatiebubbel van de media onder andere. Matthijs Pontier zal wat zeggen over hoe we dat dan inhoudelijk doen als we ons eigen filter maken. Ik vroeg dat aan de social media groep bij ons. Van jongens, wat is onze strategie? We kunnen er wat over vertellen op het Mediapark. En toen zeiden ze, de Twitter-bemanning en de Facebook-bemanning, zeiden ze, die hebben we niet. Dat is niet waar, we hebben hem wel. Alleen, hij zit hier. Ze voelen hem. Ze weten precies wat die mediastrategie is. Dat is die poster van een paar jaar geleden. Informeer jezelf. En Matthijs kan daar over verder praten. Ja, want die filterbubbel is natuurlijk wel echt ook een probleem wat wij heel erg adresseren. Met de verkiezing van Trump bijvoorbeeld en met de Brexit had je wel een bedrijf wat vervolgens trots ging zeggen wat voor grote rol ze daarin hadden gespeeld. Door mensen te bespioneren en vervolgens die informatie te gebruiken om ze heel gericht boodschappen te sturen. En mensen werden dus eigenlijk gemanipuleerd in iets wat ze misschien helemaal niet hadden gedaan als ze daar meer bewust mee bezig waren geweest. Maar dat had ook te maken met die filterbubbels. En het is wel zo dat je die filterbubbel ook heel lastig kan aanpakken. De enige manier waarop je dat kan aanpakken, en daar roepen wij dus ook toe op, is om al die algoritmes die voor jou filteren en die bepalen wat er in jouw nieuwsfeed terechtkomt, dat die algoritmes openbaar worden en het liefst dat je die algoritmes ook zelf kan instellen. Dat je zelf kan bepalen wat voor filter je hebt. Nou, gedeeltelijk gebeurt het al, maar voor een groot deel ook nog niet. En er werd net ook weer gezegd, eigenlijk willen we dat ook het liefst niet. Eigenlijk willen we het liefst dat die filter heel erg impliciet gebeurt. Maar dat betekent dus ook dat mensen zich niet meer bewust zijn van de bubbel waar ze in zitten. En een groot onderdeel van onze boodschap over filterbubbels is ook informeer jezelf. Dus wees je bewust van de filterbubbel en je kan ook bepaalde maatregelen nemen om die filterbubbel te voorkomen. Je kan bijvoorbeeld bij sommige sociale media ook instellen dat er bepaalde dingen niet gefilterd worden en dat je dat ongefilterd aangeboden krijgt. We zijn dus erg bezig met mediabewustzijn en dit is daar ook een voorbeeld van. Er was toen een aanslag in Berlijn op rond 20 december, waarschijnlijk op 20 december.
En dan zie je eigenlijk dat media over elkaar heen duikelen om zo snel mogelijk maar wat te zeggen. En dat heeft te maken, dat is een gevolg van de invloed die internet op de media is gaan spelen. En wat wij dan doen is, wij gaan er zelf niks over zeggen. Er staat zelfs in deze gids die we daarover getweet hebben ook, luister absoluut niet naar politici. Dus we hebben hier niks over gezegd, maar we hebben alleen maar gezegd van wees je bewust van wat er in de media gebeurt als er zo'n evenement plaatsvindt. Dus in het begin heeft iedereen het altijd verkeerd. Dus wacht rustig totdat de feiten er komen en trek niet overhaast conclusies. Ook al is dat wel wat er nu vaak gebeurt. Als we het hebben over social media en hoe we daar onze boodschap verspreiden, dan communiceer je natuurlijk vanuit een identiteit. En wij hebben het dan vooral over, wij willen verandering. Wij vertrouwen elkaar, wij vertrouwen burgers, maar wij wantrouwen macht. Dat betekent dat we veel meer vertrouwen in professionals en dat bijvoorbeeld mensen in de zorg en in het onderwijs heel goed zelf hun werk kunnen doen zonder dat we de bureaucratische systemen optuigen om ze te controleren. En we luisteren naar mensen. Sterker nog, we willen dat mensen het liefst zoveel mogelijk zelf voor het zeggen krijgen. Bijvoorbeeld via e-democracy of burgerfora volgens het model van Van Rijbroek. Verder zijn we enthousiast en waarderen we eigen initiatief en zijn we eerlijk. En dat betekent vooral ook dat we fouten toegeven. We zijn gewoon mensen, net als iedereen. Iedereen maakt fouten. Maar om een of andere reden geven politici heel vaak fouten niet toe. Nou, wij doen dat wel. Wat we altijd proberen te doen, we hebben redelijk vaak kritiek ook op dingen, toch? Maar we proberen die kritiek altijd wel te koppelen aan een programmapunt of aan een hoopvolle boodschap. Want ook door de interactie tussen media en politici en machthebbers in het algemeen, is er veel angst. Want angst trekt aandacht, dus angst verkoopt. En wij proberen die angst zoveel mogelijk te vervangen door hoop. Dus als mensen ergens bang voor worden gemaakt, of sterker nog als er een verdienmodel wordt gemaakt op basis van angst, bijvoorbeeld door de beveiligingsindustrie, dan proberen wij dat juist te koppelen aan een hoopvolle boodschap, hoe het beter kan en dat mensen niet meer die angst hoeven te voelen. Voor de rest, ja, zeker als je kritiek hebt, is het natuurlijk handig om humor te gebruiken. Want dan komt die boodschap veel beter over, dan kom je ook niet zo bozig over. We vinden het ook wel eens leuk om hashtags te kapen. Dus als er een evenement is en daar zijn we bijvoorbeeld niet uitgenodigd, dat we daar dan wel onze boodschap verspreiden. Dat kan op een aanvallende manier. Bijvoorbeeld, dat hebben we toen zelf niet gedaan, maar dat deed de politie van New York. Die wouden graag positieve aandacht. Toen deden ze encounters with New York police, terwijl er eigenlijk best wel wat mis was. En toen zijn juist mensen dat massaal gaan gebruiken om gevallen van etnische profilering en van politiegeweld daarop te posten. We proberen dus vooral mediabewustzijn en bewustzijn van die filterbubbels te creëren. We lezen zelf het nieuws uit verschillende bronnen en we moedigen anderen aan het ook te doen. En als we op sociale media iets doen, dan creëer je natuurlijk automatisch toch ook een beetje je eigen bubbel. We werken graag samen met andere organisaties en we praten ook heel graag met mensen buiten het internet. Dat is natuurlijk ook een hele goede manier. Dus wij zeggen, stap uit je bubbel en informeer jezelf. Dank jullie wel. Dankjewel. Ik zag dat jullie 15.000 volgers op Twitter hebben. Daar zijn denk ik heel veel mensen bij die jullie een heel goed hart toe dragen. Ja, dat is een partijaccount. En dan bijvoorbeeld Ancilla heeft er ruim 30.000. Kleine 40.000. Okay. Ja. 40.000 zelfs, ja. Kleine 40.000. Oké, okay, als lijsttrekker kan zij veel mensen bereiken. Ja, bijvoorbeeld op Facebook heeft zij ruim 60.000 likes. En spreken jullie dan onderling af van, oké, we gaan nu dit en dit vertellen aan onze volgers? Of? Ja, sterker nog, wat we nu doen in de verkiezingstijd, is gericht kijken van wat is vandaag actueel? Waar laat Nederland zich door leiden? Wat is de waan van de dag? En dan gaan wij ook naar kijken en daar een zinnig antwoord op geven. Oké, even die waan weg, maar wat is hier nou echt aan de hand? Okay. Proberen we gericht op te communiceren. Ja. Ja. En hoeveel mensen zijn jullie... zijn daar actief in? Doe Ancilla en jullie twee. Maar hoeveel mensen zijn er bezig om dit online te bereiken? Dat er meer mensen... Alle piraten zijn online, denk ik. Het is een aanname, maar de meeste zullen online zijn. Hoeveel zijn het er? Het zijn 1200 leden. 1200, maar goed, ja. Wat je zegt, er zijn een hoop mensen op Twitter actief. Ja. Maar de mensen die het Twitter-account bemannen of de Facebook-account bemensen, dat is een klein groepje. Ja. Vragen? Daar wordt nog... Ja, Frank Visser daar. Ja, ga je gang. Hoppa. Hebben jullie voldoende steunbetuigingen opgehaald om overal op de kieslijst te komen? Afgelopen twee weken moesten we handtekeningen verzamelen. Nederland is verdeeld in 20 districten. In elk district moet je 30 of meer handtekeningen laten zetten op een gemeentehuis. En zo'n ambtenaar moet daar dan een stempel op doen.
Dus al die mensen moeten even een kwartiertje in de wacht, 10 minuutjes in de wacht, voordat ze dat briefje krijgen. En we hebben alle kiesdistricten in Nederland binnen. Weet je nog niet zeker, vandaag om 5 uur gaat de kiesraad dat officieel communiceren en weet je op welke partijen je allemaal kan stemmen in Nederland. Maar het zou me sterk verbazen als wij niet overal op briefje staan, want we hebben ruim voldoende handtekeningen. Oké, nou, gefeliciteerd zou ik zeggen. Je kan ons altijd, je kan ons altijd aanspreken. Hè? We zijn altijd bereikbaar, ook na 15 maart. Wat is je vraag? Ja, hier nog een laatste vraag. Ja. Je hebt een mooie idee van het openbaar maken van algoritmes en het beïnvloedbaar maken van algoritmes. Maar wat kan de politiek nou praktisch doen om dat te bewerkstelligen? Nou, praktische advies. Ja, even, ik herhaal het even, ook omdat de mensen thuis zitten te luisteren die de vraag niet horen. Wat kan de politiek nou echt doen? Jullie hebben overigens een heel duidelijk programma wat de politiek allemaal zou kunnen doen. Hè? Ja. Die digitale stukken zijn heel punt voor punt uitgewerkt. En, ja. Dat is te vinden op piratenpartij.nl natuurlijk, ons programma, daar staat heel veel in. Maar we willen gewoon eisen dat dingen open source worden. Dus dat ze openbaar inzichtelijk worden hoe dat gaat. En zeker met die algoritmes is dat belangrijk. En maar dat is wel op de langere termijn, zou je eigenlijk technologie willen democratiseren. Op het moment dat technologie zulke duidelijke invloed heeft op ons als mensen, en zeker ook als je autonome technologie krijgt, dus bijvoorbeeld robots die beslissingen gaan maken waar mensen eigenlijk het object van zijn, dan is het belangrijk dat we met z'n allen beslissen wat zo'n algoritme of wat zo'n robot wel en niet tegenover ons zou mogen doen. Dus uiteindelijk moet het in zijn algemeniteit moet het meer gedemocratiseerd worden. En een onderdeel daarvan is natuurlijk transparantie. Dus dat eerst openbaar inzichtelijk is van wat gebeurt er nou eigenlijk. We gaan het lezen. Heel hartelijk dank dat jullie dit wilden komen toelichten. Graag gedaan. Dankjewel.